Ik zeg goeiedag vrienden van harte, welkom! Mijn naam is Daddy Cool en ik ben hier samen met Mama Cool voor de Gift Cards to Friends. En er zijn wat gasten die hebben problemen met de glitch-out methode voor de voordeur bij de casino. Ik dacht algemeen bekend, maar blijkbaar toch niet voor iedereen. Je kunt dus in plaats van dat je jezelf killt, ook je eigen laten killen. En ik zal het hier even in deze video even kort voordoen. En dan zal ik jullie aan het einde linken aan de originele video. Oké, wat gaan we doen? We gaan iemand joinen in een andere targeting mode. Dus join even iemand die je kan vinden. Accepteer de eerste melding en cancel de tweede melding. Join diegene nog een keer, zodat die zwarte meldingen echt heel snel naar voren komen. De join sessie, accepteer de eerste, cancel de tweede. Nu zijn we er klaar voor. Nu vragen we of Mama Cool ons dood wil schieten. Op het moment dat ze ons doodschiet, dan dubbelklikken we op onze PlayStation-knop. Dan joinen we de vriend in andere targeting mode. Dan cancelen we gelijk de zwarte melding. En dan lopen we in de cirkel op het moment dat de respawn level ongeveer op 3/4 zit. Dus nu. Nu loop je in die roze cirkel en dan loop je naar binnen. En dan kom je zo dadelijk weer naar buiten met een great out minimap. Ja, gasten, het is echt te doen. Deze is echt gewoon goed te doen. En de hele originele video, ja, daar zal ik jullie gewoon naartoe linken. Want de Gift Cards to Friends werkt als een speer. Hey mama, we moeten echt een beetje over dat agressieve gedrag van jou praten. Hoe bedoel je, carnaval? Nee, ik ben niet vreemd geweest met carnaval. Nee, en ook niet in de stripclub. Echt niet.